Welkom iedereen bij Minder Bedreven Gesprekken. In deze gesprekken gaan we op zoek achter de persoon, naar de persoon achter de gamer. In deze videoserie, die runt van kerst tot oudjaar, gaan we dus mensen interviewen. En vandaag zijn we hier met Arjan Super. En hij gaat het hebben over Battlefield. Arjan, welkom. Ik ben Arjan. Op het spel heet ik Arjan Super. Ik ben 22 jaar oud en ik studeer voor persoonlijke begeleiding in de gehandicaptenzorg. Ik game heel vaak als afleiding na mijn stage. Lekker alle agressie eruit schieten. Op Battlefield. Oké. En hoe ben je zo bij de MBG terechtgekomen? Nou, ik speelde een keer op Battlefield 3 en ik kwam iemand tegen met een Battletech MBG. En ben gaan googlen van, wat is dat voor clan? En toen zag ik dat het voor minder bedreven gamers was. Dus heb ik mij aangemeld. Oké, okay, dus je dacht van de MBG is wel een goede agressieve clan waar ik lekker kan rondknallen, schelden en zo. Nee, schelden doe ik niet. Ik heb me meer aangemeld van ja, spelen voor de fun en niet voor de competitie. Oké. Okay, nou, hartstikke goed. En je zegt dat je dus nu veel Battlefield 4 speelt. Wat trek je zo aan in dat spel? Nou, de mappen vind ik heel erg mooi, maar samenspelen met de MBG'ers, het praten met elkaar onder het schieten en de tactieken verdelen, dat vind ik het leukste aan Battlefield 4. Je kunt het in een squad spelen. Maar dat kun je in principe ook met Call of Duty toch? Of in Destiny, samen spelen, samen praten. Wat maakt Battlefield dan zo anders? Nou, met Battlefield 4 kun je nog in tanks, vliegtuigen en andere voertuigen. En dan kun je echt op elkaar inspelen. Ik begon met Battlefield 19... 1974? Nee, ja, 1974. Ja. Daar begon ik mee. En toen kwam er een vliegversie uit, in ieder geval op de PlayStation, die heb ik nog gekocht. En toen ben ik in één keer naar de Battlefield 3 gegaan. Oké. En nu dus al een tijdje op de 4? Ja. En met veel MBG's, wat zijn jouw ervaringen zoals je ze speelt met MBG's? Wat maakt dat zo leuk? Nou, vooral heel veel plezier. Er zitten een paar bedreven gamers bij, die echt de teamleiders spelen. Die de team... zeggen waar ze heen moeten. En daar ben ik zelf ook eentje van. Ik vind het heel leuk om mensen te vertellen waar ze heen moeten. Daar krijg ik punten voor. Ik word ook wel een puntenwolf genoemd op Battlefield 4. Oké. Okay. Ja, dat is gewoon leuk. Gewoon de mensen waar ik nu mee speel, dat is gewoon geweldig. En buiten de PlayStation ben je wel eens naar een event van een Battlefield geweest, of naar het launch event, of naar een toernooi of iets dergelijks, of puur alleen thuis? Ik game thuis, maar ik speel ook LAN-parties, bijvoorbeeld de Reality in Drachten, de Party in Eindhoven. En dan neem ik mijn laptop mee en mijn PlayStation. Oké, okay. En hoe groot zijn die, ik ken dat zelf niet, hoe groot zijn die evenementen? Nou, de Reality in Drachten, dat is de grootste LAN-party van Nederland. Er komen okay. Zo'n 1000 gamers. Vooral laptop, vooral de PC-gamers. Maar je ziet ook wel PlayStation-gamers daar rondlopen. Oké, okay. En dat is alleen maar Battlefield dan, of dat is van alles nog wat? Oh, ik neem al mijn games mee. Oké. Okay. En dan net weer met waar je zin in hebt, daar start je op? Ja. Oké, okay. Oh, leuk joh, leuk. Ja. Ja, want wat heeft Battlefield 4 je allemaal te bieden? Het is, je moet... In ieder geval, in mijn opzicht moet je strategisch nadenken. Kijken wat je tegenstander doet en daarop inspelen. En je de juiste wapen kiezen. Wil ik van ver afschieten? Wil ik van dichtbij af? Wil ik dichtbij schieten? Wat doet mijn team? Je kunt in een team spelen. En daar heb je ook weer verschillende classes in. Ja. Dat vind ik interessant. Ja, want wat is jouw rol over het algemeen in het squad? Squad leader. Vooral squad leader. Ik vind het heel leuk om mensen te wijzen waar we naartoe gaan. En ja, de punten. Ja, als je met me... Ik ben niet zo goed met mensen doodschieten, in ieder geval de tegenstander doodschieten. Dus dan wil ik punten op andere manieren verdienen. Dus Battlefield is ook wel een leveling ervaring voor je in plaats van
en schieten en dat soort dingen. Ja, lekker levelen. Dus je bent vaak squad leader. Speel je ook commander mode? En heb je misschien wat tips voor MBG'ers als toekomstige commanders? Nou, ik speel vooral op school. Dat is heel slecht voor mij, hoor. Op school speel ik op mijn iPad speel ik de commander mode. En dan leid ik de squad leaders naar een punt toe. En ik probeer de tegenstanders zoveel mogelijk te ontlopen. En dat is ook mijn tip voor de toekomstige commanders. De tegenstander goed in beeld te krijgen en dan te ontlopen. Zodat je bijvoorbeeld, zij zitten bij A en E hebben ze niet. Dus dan ga je naar E toe. Ja. Zo min mogelijk de confrontatie aangaan. Maar je ziet iedereen dan ook? Ja, als je de UAV, de satelliet aandoet, dan kun je iedereen zien. Dan krijg je één keer in de 2 minuten. Ja, je kunt als je Battlefield speelt, kun je de commander mode niet spelen. Maar als je zeg maar niet speelt op de PlayStation, kun je via iPad, via laptop, PC, kun je de commander mode app downloaden. Log je in op je Origin account en dan kun je in een server gaan. Welke map is nou het leukste als voor jou als tactician? Om het zo maar te zeggen. Uit Naval Strike, ik weet geen eens hoe die map heet. Dus die met een treinen, ik heb geen idee hoe die heet. Ja, we zoeken het voor je op en op de achtergrond draait nu de filmpje van die map. Dus dan zien de mensen het wel. Ja. Die map dus. Oké. En welke MBG speel je het meest in? Kun je wat namen noemen? Waar je verder mee te spelen? Grasmaaier. Onze welbekende clandichter. Ja, Disseltje. Acacius. Tony Bos. Ja, ik weet geen eens hoe ik dat moet uitspreken. En met Eragon. Eragon. Ja, Eragon. Leren jullie van elkaar en dat soort dingen? Ja, eigenlijk wel. Je leert wel van elkaar, omdat je continu in contact bent. Bijvoorbeeld, je bent doodgeschoten bij A. Ja, ik ben bij A doodgeschoten. Als je rechts kijkt, dan heb je een kill. Dus ja, echt wel. Ja. Dus het is wel een heel hecht team gewoon ondertussen geworden. Nou, het is echt een vriendschappelijk team geworden, echt wel. Ja. Ja, maar en nieuwelingen zijn ook welkom, hoor. Als wij bijvoorbeeld 5 kunnen in 1 squad, en dan komt er 6 erbij, nou dan delen de squad door 2. Ja. Zodat niemand alleen zit. Nee. Heb je nog leuke situaties meegemaakt op het battlefield? Hè? Van, nou, toen dat gebeurde, toen kwam ik even niet meer bij van lachen, bijvoorbeeld. Ja, wij hebben binnen... hij zit niet meer binnen bij MBG, maar hij speelt wel altijd mee in ons team. Hij heet Maxi. In ieder geval, we noemen hem Max. En hij speelde met zijn squad, ook MBG'ers, speelde hij in het tegenteam. En op een gegeven moment had ik een tank en ik schoot in 1 keer dat hele team neer. En ik reed zo over Maxi 1. En Grasmaaier zat bij mij in de tank en nou, we lagen gewoon plat van het lachen. Dat was wel een echte voltreffer. Gewoon als je eigen clanleden in de tegenpartij hebt, nou dan is het gewoon leuk om hun ook neer te schieten. Ja. Ik heb een tijdje Battlefield 3 gespeeld, maar dat vliegen was een drama. Ik zorgde dat ik een goed spawnpunt had en daar kwam ik daar wat te leven. Maar kun jij een beetje vliegen? Bij Battlefield 3 lukt het me echt niet. De vliegskills bij Battlefield 4 zijn veel makkelijker. Okay. En vooral de helikopter. De jets, daar kan ik nog steeds niet vliegen. Okay. En wat is jouw favoriete voertuig dan verder? Nou, ik ben iemand die snel op een locatie wil zijn. Dus een squad. Een quad. Quad. Hm. Arjan, zit je wel eens op de forums en geef je wel eens tips of aan mede-MBG'ers die ook Battlefield spelen? Nee, ik zit haast niet in het forum. Ik probeer wel zoveel mogelijk te reageren op vragen over Battlefield. Maar ik zit vooral te shout-out van, hey, goedemorgen MBG'ers. Bijvoorbeeld een eventje dat is aangekondigd en mensen binnen te halen.
Daar ben ik vooral mee bezig. Zou er een toekomst zijn voor jou en Battlefield en competitive gaming binnen de MG? Een soort MGF, maar dan met Battlefield? Ik denk dat ik wel binnen Battlefield blijf. En ik vind het heel leuk om mensen te aan te trekken en mee te laten doen. Ik zou het iedereen ook echt aanraden om Battlefield te gaan spelen. En vooral in squads. Heb je al zelf een event opgezet of schrijf je altijd in van die van anderen? Ik schrijf meestal in op die van anderen. Maar vrijdagavond om 10:30... Dan komen de meeste MBG'ers online die ook Battlefield spelen. Dus de ene keer is er wel een event gepland. Maar eigenlijk is er elke vrijdagavond een groepje die vastspeelt. En heb je ook al de nieuwe DLC, Final Stand? Ja. Hoe bevalt die? Veel sneeuw, veel lopen. Het is heel makkelijk voor snipers. En ja, ik vind het een beetje saai. Je hebt echt een voertuig nodig om van A naar B te gaan. Kun je alle modes daarop doen? Zoals, ik weet niet hoe Domination, hoe heet dat ook alweer? Conquest is dat volgens mij? Ja. Nou, ik speel vooral Rush op de Final Cent. Want Rush gaat van, moet je eerst twee M-coms veroveren voordat je naar een andere plek toe kan. Dus dan is de map wat kleiner en compacter. Dus dan hoef je ook niet zeg maar helemaal van jouw base naar C te rennen. Ik weet dat er een nieuwe DLC uitkomt. To the Road of End to the Road. En er komt een nieuwe Battlefield uit voor ons jaar. En dat heet Battlefield Hardline. Oh ja, dan wordt het een andere setting toch? Met de politie en... Ja. Trek je dat? Nou, nu nog niet. Ik heb net Battlefield 4. Ik wil eerst wat meer groeien in Battlefield 4. Voordat ik een nieuwe Battlefield ga kopen. Oké. Okay. Dan maakt die setting voor jou veel uit, denk je? Nou, ja. Of je als soldaat rondrijdt of als politieagent? Nou, ik heb liever als soldaat. Het Battlefield is ook een soort van oorlogje voeren. Net zoals vroeger wat je buiten deed met je vriendjes. Nu eigenlijk digitaal. Ja. En daarom vind ik Battlefield ook leuk. Omdat je dan echt oorlog speelt in een digitale wereld. En gewoon nog even, dat moet altijd, als je Battlefield aanhaalt, pak ik altijd even Call of Duty bijvoorbeeld erbij. Waarom zou je zeggen van, jongens, weg met die Call of Duty, je moet naar Battlefield komen? In Battlefield speel je in squads. In Battlefield speel je met voertuigen. En je speelt met verschillende classes. Elke class heeft een andere doel. Bijvoorbeeld sniper moet je mensen van ver af kunnen schieten. Een medic, een support, moet mensen supporten. En bij Call of Duty kun je zelf wel classes maken. Maar het heeft niet echt een samenhangende doel. En met dat antwoord maken we een einde aan het minder bedreven gesprek. Iedereen bedankt voor het kijken en vergeet niet om te reageren en te abonneren op ons YouTube kanaal. Morgen is er een nieuwe minder bedreven gesprek. En deze keer met... Bedankt voor het kijken en tot morgen. Tot morgen.